Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Sabi, sabi. Allah sani plana. Met Ding Kong. We wachten in de strijd, man, uit de revolperiode. 40 jaar revolutie. En hoe lopen we ervoor? Hoe lopen we ervoor? Fred Fitzjames, lobar even ook toe. Arkatext, no one verrader, epo de futuja. Mek den kom, we wak tiden. Aha, dat is in die revoltijd, hè. Was er altijd een onzichtbare vijand. En in Suriname toen, kleine boy. Zaten we onder de brug en ik stek er nog. Is niet goed om te zeggen, maar ik ken mensen die nog met messen sliepen. Want Botesa's toen jeugdbilletje uitgelegd van jongens, we moeten waakzaam zijn. Buitenland kan ons ieder moment aanvallen. En tot de dag van vandaag is de vijand mij niet bekend. De revolperiode, maar ja. We walk today, make it in call. Kong, we walk today, no one verraden, ik voor dit voetje dan een huurling, Riffo, hey, overmorgen is het Riffo, en in de tussentijd heb ik contact gezocht met de voorzitter, partijleider van A20, alternatief 2020, dat is Steven Rijmen, Pastor Rijmen. Goedendag meneer Steven Rijmen. Oh, goedendag, Frank. Goed man. Alles goed met jou? Fine. Huh? Long time.
Ja, met mij gaat het goed. Weet je, ik hoor dat jij met de... Weet je, dat is de sonage. Ik denk van... Ik hoor dat je met de verkiezing gaat meedoen, hè? Ja. 2020. En ik denk van, jongens, het wordt tijd dat je een verkiezing wint. Waarom, weet je? Omdat ik met jou op school heb gezeten, op de middelbare school. En toen was er bestuurverkiezing. En mijn bestuur had van jouw partij gewonnen. Kan je dat nog heugen? Jij was van EOS en was van Brotherhood. Ik kan me niet heel herinneren. Ik kan dat mijn partij had gewonnen, hoor. Weet je dat nog? Ja, ja. Oké. Okay. Jij was toch EOS? Eenheid is ons streven, zo heet het toch? Jouw schoolpartij? Welke school was het precies? SPI. Denk nee, ik was voorzitter van het bestuur geworden. Ja, maar jullie hadden de verkiezingen grandioos verloren, toch? We hadden verkiezingen gewonnen. Ik sprak met Simpel erover verleden. Nee man, ik heb die verkiezing gewonnen. Mijn partij, Brotherhood, heeft die verkiezing gewonnen. Boy, ik kom niet in de geschiedenis. Nee. Ik heb die verkiezing gewonnen. Aan de tijd dan bel Simpel. Nee. Simpel weet het. Nog steeds een Simpel boos op mij. Ik bedoel, hij weet het. Ik heb die verkiezing... Nee, maar dan was ik er niet meer dan. Nee, jij was voorzitter, maar jullie... Ik heb gewonnen. En het tweede jaar misschien heb je gewonnen, want het eerste jaar was ik daarna weg. Nee. Ik heb die verkiezing alle jaren gewonnen, maar wij kregen boycott. Mijn partij kreeg boycott van de school, van de schoolleiding. En ze wilden dat jullie het winnen, hè, want jullie hadden waarschijnlijk meer visie. En jullie waren meer brave jongens en zo, weet je. Dus de schoolleiding hoopte dat jullie zouden winnen. Maar de meisjes, maar die studenten, die waren voor mij... Mijn groep. Maar dat is een... Simpel en ik en hoe heet die ene die overleden is. Wesje. Ja. We waren sowieso in 1992. Ja. Van SPI. Dat weet ik. Ja, en nee, we hebben toen verkiezingen gewoon verloren. Maar ja, fraude was er toen ook al. Maar ik hoop dat je niet... Nee, maar mijn bedankt, want juist wie bij de amore strak, maar wat die dingen betreft. Ah. Want als je gaat luisteren op de bank, hier een pasmoetak erover. Oké. Okay. Ik wou juist dat soort toestanden niet hebben, toch? Ja. Altijd regelgeving moet zijn. Uh-huh. En reguleren. Nou, zo midden altijd. Ja. Nee, maar toen ik kon horen dat jij voorzitter bent van Alternatief 20, ik denk bijna, je moet gasten af, go stem voor jou, hè? Ja, prijs God. Ja, want ik ben al keer bij jou in de kerk geweest, maar ik zat helemaal achterin. Nee, ja. Ik zat achterin en ik denk van, ja, ik ga niet zeggen dat ik die pastoor ken. Anders, weet je, je bent ineens zo'n belangrijke man geworden, man. Ik dacht, je kan jou niet bijna meer aanraken. Oh, no. Belangrijk in de zin niet, hoor. Kijk. Wat belangrijk is voor ons, is dat je komt in posities in het leven. Uh-huh. Ik heb net nog meteen, man, kijk. Vandaag kijk je misschien neer op iemand. Maar Tamara, na waar is, maar dat kan die jongen troon aan hem zien. Of je troon, is dat niet zo? Ja. Of als Mara die na waar is, maar zang, dat op elkaar de bagatie 15 jaar. En die persoon is de persoon die jou in feite moet. Een goedkeurend woord over jou moet praten. Dus je weet nooit waar je terechtkomt. Oké, okay. Want ik was juli in de gemeente, de kerk bij jou, Logos, daar met mijn zus. En ik zei, is zo'n schoolvriend van mij, zal ik hem even gaan groeten? Maar er was zo'n rij, hè, mensen die jou wilden spreken en die, ik denk van, ja, ik heb geen zin in. Dus Miguel. Maar nee, met de kablessie wel. Abed de Ade, dat was waarschijnlijk zo. Ja, nee, nee. Op was... momenten dat ik ben, de kerk dan, na een woord, allemaal in Brazil. Ja, zag ik ook, ja. Op het moment dat me weer zo dadelijk dat na dom. Ja, ik zag die hele gemeente, die wil dan, die wil zelf in, die wil een gesprek, die wil gewoon, ik denk, joh, was een rij die jou wilde spreken. En ik dacht toen al, ik dacht toen van, als deze man de politiek in zou gaan, is er een zetel voor jou in Paramaribo sowieso? Denk jij ook zo over? Wel, we gaan sowieso zetels behalen, dat geloven hoor. Maar bij mij gaat het meer om de boodschap die wij geïntroduceerd hebben van de nieuwe politiek. Die boodschap waarbij we willen hebben dat de politici die nu in de politiek stappen, dat zij gaan voor het volk en niet voor het belang van partijen.
of een selecte groep. Want dat is het probleem dat wij hebben de afgelopen 50 jaar. Is er meer gedaan aan partijbelangen en partijen van loyalisten en vrienden. Terwijl wij geloven dat de nieuwe politiek, ik noem het de dienstbare politiek, een politiek moet zijn waarbij elke volksvertegenwoordiger die gekozen wordt of elke partij die zetels krijgt, moet gaan voor het belang van het Surinaamse volk. En dat wij eigenlijk regelgeving moeten brengen, dat mensen geen vriendjespolitiek meer kunnen doen, maar dat we dat gaan minimaliseren. Mm-hmm. Weet je, Steven, ik hoor hier vaak in Nederland hè, van, je hebt mensen verrast hè, met hier, ik was bij die 8 december herdenken hier in Nederland. En er werd over jou gesproken omdat je hebt toen een standpunt genomen van mensen die fout zijn en schuldig zijn moeten berecht worden, punt. Wij dachten altijd dat jij een marionet zou kunnen of ben van Boutersen. Nee, absoluut niet. Kijk, ik ben zelf een militaire politieman. Vandaar. Ik ben de man van misdreven en na 3 jaar had ik het gezien. Ben ik om persoonlijke redenen eruit gestapt. Maar er is een trend in Suriname, en dit is niet alleen Boutersen. Er is een trend dat mensen, wanneer ze gaan bij in politieke partijen, dat ze alleen... De meeste worden marionetten van partijleiders, omdat ze geplaatst willen worden op de lijst en daardoor gewoon marionetten worden. Niet allemaal, maar veel van de mensen. En dat moeten we doorbreken. Wat we nodig hebben zijn kritische Surinamers die onafhankelijk denken en die in alle partijen aanwezig moeten zijn en hun mening mogen ventileren, vrij mogen ventileren, want wij praten in Suriname vaak over democratie. Maar in de meeste van de partijen is het toch nog geen democratie zoals men dat zou moeten beleven. Het is de partijvoorzitter die bepaalt wat er gebeurt. Het groepje mensen. En dat is geen echte democratie. Echte democratie is dat mensen binnen de partij niet altijd toe men dat disciplinair hoeven te stemmen. Als we niet eens zijn met iets, kunnen we gewoon opstaan. En zeker als we binnen het uitgesproken hebben, dat als jullie het toch doordrukken, gaan we je tegenstemmen. En je drukt het door, dan gaan we je werkelijk tegenstemmen. Want wij gaan voor het belang van het volk en niet voor het belang van partijgenoten en loyalisten. Ja, maar oké, okay, maar hoe groot is de kans, of hoe klein is de kans, een samenwerking A20 en NDP? Zie je dat mogelijk of sluit je het uit? Nee, met NDP, met deze leiding, zie ik dat niet mogelijk. Omdat je dan altijd gaat hebben dat de huidige president de president gaat moeten zijn. En hij heeft bewezen dat hij niet een man is die weet samen te werken. Hij is juist een man, als je samenwerkt met hem, moet je uitvoeren. En ik denk dat hij niet de enige. Ik denk dat heel veel partijen zo dat soort leiders hebben. Wat we nodig hebben zijn leiders die weten wat samenwerking betekent. In de vorm van dat je vooraf af goede afspraken hebt. Wij zijn voorstanders van een technisch kabinet. Suriname heeft op dit ogenblik geen partijleiders nodig, partijleiding nodig of partijoverwinningen nodig. Wat we nodig hebben is dat als we er een aantal partijen zetels hebben, dat wij komen plaats en zeggen, laten we een technisch of zakenkabinet doen. Ik kies meer voor een technisch kabinet, waarbij we de beste Surinamers zetten om ons te helpen, zoals men dat gedaan heeft met meneer Roemer. Een governor kiezen die naar mening van velen in staat zou moeten zijn om Suriname, de Centrale Bank van Suriname weer het vertrouwen te geven die nodig is. En ik denk dat er, als je bijvoorbeeld 10 tot 13 ministeries zou hebben, kan je 10 tot 13 Surinamers vinden. Ook al zouden ze aan een partij gelieerd zijn, maar die onafhankelijk als het technisch kabinet Suriname uit het dal kunnen halen. Ik denk niet dat het gaat lukken gewoon met partijpolitiek, omdat iedereen toch zal kijken wat kan ik er, wat in het voor mij. Ik ben meer voorstander van de eerste komende 3 tot 4 jaar gewoon een technisch kabinet. En wanneer deze die eerste verkeerperiode voorbij is, Suriname weer een rustig vaarwater is, kan men gewoon gaan voor partijpolitiek en dat soort toestanden. Dus jouw visie is gelijk, het land proberen te redden technisch, geen politiek, geen vrienden, nee, gewoon geen politiek, van wat hebben wij nodig nu? Wat hebben wij nodig, zoals dat toen
in ander soort landen gedaan is. Ja, ja. Kijk, wat men mist in Suriname is een nationale visie. Ja, ja. Er is wel een ontwikkelingsplan voor elke 5 jaar. Maar als je zou luisteren naar, kijken naar de begrotingen parallel met het ontwikkelingsplan, dat zie je heel wat dingen niet kloppen. Uh-huh. Dus ik heb eerder een technisch kabinet dat gaat kijken hoe het zit met het begrotingsplan die er is. En dan de dingen zoals het al eerder is uitgewerkt door deskundigen. Een nationale visie gaat creëren waarbij wie ook aan de macht komt bij de volgende verkiezing, dat je 2/3 meerderheid nodig zou hebben om te werken daaraan. Je kan altijd weken van een paar dingen. Maar bepaalde dingen kan je niet meer wijken. Kijk, je moet sowieso voor de volgende generatie ervoor zorgen. Kijk, dit wat we nu hebben kunnen we niet veranderen. Maar na deze periode kan je geen mensen meer hebben met een bevlekt verleden. Mm-hmm. Die parlementariërs kunnen hebben. Nou ja. Dus we gaan deze verkiezing dit nog hebben. Ja. Maar ik vind dat na deze verkiezing, wat de overwinning ook zal zijn, wie ook aan de macht zal zijn, een van onze pleidooi zal zijn om ervoor te zorgen dat na deze verkiezing niemand meer met een vonnis of een verleden die eigenlijk niet goed is als voorbeeld voor onze volgende generatie meer plaats zal nemen in op hooggeplaatste functies. Hey, maar Steve, ik denk van, dat is, as we speak, dat is heel normaal hier, man. Als ik een strafblad heb hier in Rotterdam, Nederland, dan kom ik nergens aan de bak. Waarom moet je wachten tot over 5 jaar? Je kan toch nu al beginnen met een blacklist van mensen die niet in het parlement horen of die niet... Maar de realiteit, Frans, nu is dat het niet gaat gebeuren. Oh. Ga je in staat zijn om de voorzitter van de NDP te zeggen dat hij zich niet kandidaat moet stellen? Of voorzitter van ABOP? Of ABOP of meneer Sommerhardje. Ja. Dus dit is een gegeven waarmee we moeten dealen. Uh-huh. De mannen zijn de voorzitters. Zijn gekozen op een democratische manier. Toen de wetten gemaakt moesten worden, zijn de wetten niet gemaakt. Maar we kunnen met dezezelfde mensen nu zitten en vragen dat bij de volgende verkiezing in het landsbelang, ja, ja, Dat wel veranderd was. Ze mogen wel misschien hun partijvoorzitter zijn, maar dat zij bepaalde functies niet meer bekleden. Maar nu is het te kort zijn. Nu is alles gericht nu al naar de verkiezingen. Ja, okay. Begrijp je? Ja, ja. Ik, voor mij part mag je doen in je partij wat je wil, of je voorzitter of ondervoorzitter, maar dat je met een bevlekt verleden of een veroordelen of vonnis of wat dan ook op je naam mijn land vertegenwoordigt. Dat begrijp ik, maar dat leg ik je uit, maar de realiteit is anders. Oké. En ook bevriende landen, al de landen, zelf Nederland, hebben dat ze gekozen zijn, ze erkend als ze zijn presidenten, vicevoorzitters, meneer Sommerhardje en meneer Brunswijk zijn zelfs een tijdje parlementsvoorzitter en vice-parlementsvoorzitter geweest. Ja. Erkennen, het is democratisch geschied. Jouw regelgeving moet je zodanig gaan aanpassen. Dat ze niet meer komen. Ja, deze zou je, ga je niet kunnen tegenhouden. Maar de nieuwe die willen komen, dat ze niet meer komen. Okay. Dus daar ga je in feite een beetje een win-win situatie moeten creëren. Dat de mensen die al in het parlement waren, dat gewoon zo blijft. Maar dat alle nieuwe mensen die nooit nog gekozen zijn, dat als ze gekozen worden, dat ze mogen niet eens in aanmerking komen om te kiezen. Uh-huh. Ze mogen dan op die lijst komen van jou. Okay. Alle andere partijen toestanden doen, maar geen niet komen op de verkiezingslijst. Angela uit Antwerpen die zegt, ik geloof deze meneer als hij praat. Ik zou niet op hem stemmen, maar ik geloof hem wel. Hoe zie jij dat? Hoe ligt het in Suriname? Hoeveel zetels mik jij dan op? Kijk, we mikken sowieso tussen 4 en meer. Wow. Zetels. We hebben kansen. We zijn een nieuwe partij. We introduceren een nieuwe politiek. Wij proberen het volk te overtuigen dat 50 jaar... dit geen oplossing gebracht heeft voor Suriname, dat je de nieuwe kids on the block kans moet geven. We hebben een track record, de mensen die zitten in de partij.
Wij zijn dienstbare leider, niet bij vanuit woorden, maar elke predikant is een dienstbare leider. Of zou een dienstbare leider moeten zijn. Uh-huh. Het is niet moeilijk om mijn trekrekker na te trekken. De mensen die met mij werken, de mensen die verbonden zijn aan A20. Ja, ja. Wij geloven dat Suriname een nieuw soort leiderschap nodig heeft. Mensen die recht en waarheid hoop houden in het vaandel hebben. En die niet bang zijn om te zeggen dat iets zwart is, dat het zwart is. En dat als iets wit is, dat het wit is. Wat we tot nu toe vaak hebben is politiek, zoals op de hoogste niveau. En dat begrijp je wordt dan diplomatie en scenario's gebruikt. Nu, men praat dan een keertje over politieke podium en politieke taal. En dat men daarna niet moet luisteren. En dan praat men over, andere keer over, dit is de realiteit, dit is wie we zijn. Wat u daar gehoord hebt op politieke podium is om het publiek te winnen. Maar wij geloven niet daarin. Wij geloven dat ieder persoon op hetzelfde moment dezelfde persoon moet zijn. De wet van authenticiteit. Dat betekent dat je niet een predikant kan zijn. Zondagmorgen en maandagmiddag een politicus. Nee, je dezelfde gedragsregels die gelden voor jou als predikant, moeten ook voor jou gelden als politicus. Dus dat is de nieuwe politiek die we willen introduceren. Dienstbare leiders alleen kunnen dienstbare politiek introduceren in Suriname. En wanneer je dienstbare politiek hebt, kan je dan een dienstbare overheid introduceren. En een dienstbare overheid gaat voor het algemeen belang. En wanneer je een dienstbare overheid hebt, is het makkelijk om die samenleving in te brengen. Een dienstbare samenleving is een samenleving die betrokkenheid heeft. En die ook aangeeft dat je sociale controle moet hebben op je naaste mens. Een beetje, misschien kan je zeggen, Nederlands-Europees gericht. Maar het moet kunnen. Iemand kan niet werken als wachter en de volgende dag thuiskomen met een dure wagen van $50,000 en niemand geeft dat aan. Iemand moet dat aangeven. Ja, ja. Dat betekent dat er iets gebeurd is overnight dat niet klopt. Dus wij willen hebben dat de Surinaamse samenleving een samenleving wordt die dienstbaar is. Dus een dienstbare samenleving. En waarbij betrokkenheid aanwezig is. Waarbij een sociale controle aanwezig is. We takken zo vaak dat de bagrati denkt dat een pipi, de pipi lang het in bak. Ja, dat ook wordt in Suriname. Ja, ja. Nou, maar nekon, je valt op die boy, amang. Amman be waka gewoon naar straat en horen. Klopt wel, je ziet. Amman tamara mij rij, amore dier wat je naar pasi. Dat klopt niet, dat was aan de boot. Dus. Maar iemand zegt niet. Steve, als je zo praat, dus, ik zie niet dat mensen van A20 omgekocht zullen worden zoals het doorgaans is in Suriname gebruik is. Dat partijleden overstappen of omgekocht worden. Dat gebeurt niet, zoals hier niet gebeuren bij A20. Kijk, mensen zijn mensen, maar we hebben wel een paar dingen die we als drempel hebben gezet. Bijvoorbeeld, als je op die lijst van ons wil zijn, moet je een integriteitscode tekenen. Je moet door een integriteitscommissie gaan, waarbij we het vermogensstaat van je willen hebben. En je gaat dat tekenen bij de notaris en aangeven wat je hebt en wat je vermogen is. En wat je hypotheken zijn, zodat we dat kunnen checken. Want het zou iets moois zijn, je komt met een fiets misschien in het parlement. En we zien je daar naar twee huizen kopen, drie huizen kopen. Wat in feite niet kan. Begrijp je? Dat betekent dat er iets is gebeurd dat daglicht niet mag zien. Dus wij willen toch hebben dat mensen begrijpen dat als je volksvertegenwoordiger wil zijn, dat het goed is dat we weten wat je hebt. En als je al dingen hebt, is het niet moeilijk toch? Als men weet dat je die dingen al had van tevoren en dat je niet komt daarvoor in, daarom in de politiek. Maar je komt om het volk te dienen. Dus je kan nooit nee zeggen, maar voor mezelf kan ik wel nee zeggen. Oké. Okay. En A20, dat is christen. Je bent bijna broer van Jezus, of je bent vertegenwoordiger van Jezus in Suriname. Weet je, zo zie ik je dan, althans. En mijn familie ook en mensen die ik ken. A20 is geschoeid op hindoe trouw en naar moslim. Als jullie aan de macht komen, gaan jullie die ook beperken? Hoe dan? Want jij bent wel van een bepaalde geloof overtuiging, toch? Nee, kijk, een van de dingen van het christendom is dat God mensen een vrije wil geeft.
A20 is een partij dat gestoeid op christelijke waarden en normen. Begrijp je? Maar wij respecteren de universele wetten die men gegeven heeft aan de mensheid. Begrijp je? Die bij de VN en door internationale rechtsverdragen zijn geregeld. Dus wij komen daar niet aan. En ook een universeel recht van het christendom is dat je mensen moet liefhebben zoals ze zijn. Je moet ze respecteren, je moet ze waarderen zoals ze zijn. Dus die mensen die een andere geloofsovertuiging hebben of een andere overtuiging hebben, gaan nooit problemen met ons hebben. Er is een wet en regelgeving in Suriname en zolang de dingen volgens wet en regelgeving gedaan worden in Suriname, want als christenen gaan wij sowieso de wet heel hoog houden, dan is dat geen probleem. Begrijp je? Dus ik zal even hard werken voor mijn Hindoe broeder, even hard werken voor mijn Monoman broeder, Surinaamse broeder. Begrijp je? We zijn misschien op het punt van geloofsovertuiging niet hetzelfde, maar dat we, ik denk dat we allemaal op het punt dat wij allemaal het beste van Suriname willen hebben, wel op hetzelfde. Dus iedereen die verbetering voor Suriname wil hebben, verandering voor Suriname wil hebben, is Surinamer voor mij. Okay. Begrijp je? Dus ook als je andersdenkende bent. Uh-huh. Het feit dat wij komen om te werken voor Surinamers en niet voor christenen. We komen om te werken voor Surinamers. Dat we een partij zijn gestoeid op christelijke waarden en normen, Frans, is meer om de mensen een hoe moet je dat zeggen, een achtergrond te geven van waar wij komen. En dat we dat hoog zullen houden. Want sommige mensen kunnen zeggen, ja, ik ben een christenpartij en ze houden dat toch niet hoog. Dat zien we vaak, dat als die mannen eenmaal in de politiek zijn, dan zijn ze ook politiek. Maar ik zeg als predikant dat je authentiek moet blijven. Je kan niet een keertje predikant zijn en een keertje politicus. Je bent predikant, politicus. Dus met dezelfde waarden en de normen die een politiek moet die een predikant moet die leven, dat gaat hij ook moeten zijn als politicus. Anders moet je het niet doen. Oké, dus in de gozeren of in de gotap nou een bonu kampo als jullie straks voor het zeggen hebben. Want dat is de angst, hè, voor A20 ook. Van, hey, voor Steven Konja, rij me. De wetgeving in Suriname laat dat niet toe. Maar Steve, wie praat over wetgeving in Suriname? Weet je hoeveel je kan met 26 zetels kan je binnen 24 uur een nieuwe wet aannemen, toch? Dat weet je toch? Nee. Als God zelf niet komt aan de vrije willen van de mensen, waarom zou ik aan die vrije wil moeten komen? Oké, dat zijn de leiders die we hebben. Maar ik heb leiders gezien in Suriname, of ik zie leiders in Suriname die zeggen, na gado potwija. Dus hij is van God. Dus hij bepaalt wat God zou doen. De vraag was, kom je aan die mensen hun dingen? En mijn antwoord is, als God zelf niet komt aan de vrije wil van een mens, dat doe niet dwingt voorziening. Dat me niet doet, daar gaat het bij mij om. Oké. Dan kan je dan ook de vraag stellen, dat gado potman en gado poerman, daarop kan ik antwoorden. Wij geloven volgens Romeinen 13 dat God inderdaad koningen zet en koningen plaatst. Maar ze hebben een taak. Want dat de mij vergeten zei dat naar gado pot ding, dan gado poer ding. Ze hebben een taak om het volk te dienen. En ze hebben een dienaar volk. Dat betekent dat gado breed aan het ding. En dat vergeet men vaak. Dus je kan schreeuwen constant naar gado pot mee. En dat de poort, maar het resultaat is daar. En dat ziet de hele wereld. Niet alleen God, die hele wereld ziet dat. Dus mensen moeten niet denken dat God blij is met onrecht dat aangedaan wordt aan de medemens. God is niet blij, je kan wel constant zeggen, God op me gaat poort. En dat is inderdaad zo. Maar God is niet blij ermee. Dus wanneer God zijn tijd is, haalt hij het inderdaad weg. En we hebben 40 jaar, hoe moet ik het zeggen, meneer Boudersen gehad. Ik geloof volgens de Bijbel dat elke 40 jaar God ander soort leiders zet. Dus ik denk dat voor 40 jaar, 1980 tot 2020 is 40 jaar volgens de Bijbel. Elke 40 jaar laat God ander soort leiders opstaan. Dus ik denk, hij mag het zeggen, God opvoert me, God opvoert me. Maar hij moet wel rekening houden dat misschien zijn tijd is aangebroken. Maar ik denk het niet, want bij hem gaat het niet meer om machtsbehoud, maar ook om lijfsbehoud, want dan dus sluit je die man op, toch? Broeder, dus dat met takkie, zei je tegen een keer, maar in stap, zei je takkie. Hai.
je citeert de man. Hij zegt, God upon me, uh-huh. God upon me. Dus ik geef je een geestelijk antwoord. Ja, ja. God upon a man, God upon a man. Ik hoor rekenen dat baka 40 jaar volgens de Bijbel, God upon a man. We zien in Samuel, we zien in David. Dus je kan doen wat je wil. If I Europe door, God door. Hij poeren en mij persoonlijk, ik brief dat aan Euro door. Je brief dat aan Euro door of boten ze? Ja, 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 ja. Ook voor NDP? Ik denk dat de heer mensen kansen geeft. We kennen het verhaal van de president. Hij is in 80 gekomen. Hij heeft zijn dingen gedaan. Heel veel is niet goed te praten. Er is daarover een dus dat laten we. Of hij is in verzet getreden, dus daar hoeven we niet te gaan. Uh-huh. Maar één is wel duidelijk. Hij vanaf 1980... tot 2020 heeft hij Suriname had het meeste invloed. Maar wat men vergeet, en dat weet hij, en dat kan, dat weet veel mensen, in, ik dacht 2007 of 2008, toen hij geen politieke macht had, is er een archbishop naar Suriname gekomen. Zijn naam is Duncan William, dus ik zeg dat, ja, dat je dat kan aantrekken. Ja, ja, sowieso. En Duncan William die voor hem geprofiteerd in Osseer, ik was daar. Mm-hmm. Dus aan een story, aan de smategie, miminoyere. En heeft hem toegezegd dat hij een tweede kans van God gaat krijgen om Suriname, nog een keer de leider van Suriname te worden. Dus vandaar dat we heel wat mensen, zaten daar, heel wat mensen hebben dat gehoord. Dus wanneer hij zegt, God upon me en God upon me, dat weten we. Maar er was een voorwaarde. De voorwaarde was dat hij het volk zou dienen. Begrijp je? Ja, ja. En als ik kijk naar wat ik vandaag zie, weet ik niet. Als hij het volk gediend heeft. Mm-hmm. Dus hij is inderdaad 2010 de president geworden. 2015 is hij weer de president geworden. Maar als ik zo kijk, de dingen zijn. En ik kijk naar het onrecht dat geschiet in Suriname. Oké. Hey, maar Steven, alles wat je gelooft praat, hè. Gaan jullie zo door blijven praten? Want zoals je nu praat, geloven mensen jullie. Maar het moment dat jullie de politiek gaan, dan de politicus begint leed toch? Je kan ze niet meer vertrouwen op hun woord en verdraaien ze woord. Hoe zal het bij A20 zijn? Gewoon zoals je nu praat, vanuit de Bijbel, eerlijk is eerlijk. Vandaag politicus, morgen politicus. Niet van, het was podiumtaal en die dingen. Weet je, je weet wat ik bedoel. Laat me dit ervan zeggen. Ik ga zo ver om te zeggen, dat het moment, ik zou merken dat Suriname, stel dat we misschien in het machtscentrum komen, laten we in het machtscentrum komen. En Suriname weer gaat de richting waar Suriname moet gaan, akkoers drop baga, we hebben kundige leiders. Hoef ik geen politicus verder te zijn, het is voor mij geen carrière, het is voor mij een roeping. Mijn man dat als hij passie, dan mijn lukken van konden go onder. Dus ik zeg, Suriname heeft een alternatief nodig, wij bieden dit alternatief aan. Alternatief 2020, met jonge kundige Surinamers, gemiddelde leeftijd tussen 25 en ik dacht 50 jaar. Dus dat heeft hypotheek in gemiddeld, dat ongeveer 20, 32 sprint zoveel leeftijd, hoe de, met heel veel ervaring. Je hebt alle soort mensen in ons midden, deskundigen, één of twee predikanten, advocaten, alle soort man. Je hebt nou in minder en die bereid zijn. Maar het mooiste ervan, van A20, is dat A20 zegt, ik wil het niet alleen doen. Dus vanaf dag 1 zeg ik, the right place, the right man on the right place. Dus ook als zouden we gekozen zijn of ook als zouden we in de coalitie komen, dat zal onze eis zijn. Niet geen 17 ministeries, waarvoor? Om mensen tevreden te stellen. Suriname heeft niet 600 mensen en dan ga je 17 ministeries hebben, waarvoor? Dat willen we niet. We willen gewoon, als je kan, dat 10 tot 13 ministeries die het kunnen draaien. Begrijp je? Kundige mannen en vrouwen die in staat zijn. En als we ze niet hebben in Suriname, dan moeten we ze maar vanuit de diaspora halen. Zodat ze ons komen helpen om dit land her te bewapenen en her op te bouwen.
Mooi. We gaan het hierbij laten, Steven. Ik ga u vaker spreken, want ik vind u inspirerend praten voor Suriname. Voor mijn luisteraars ook. Mijn hele app ontploft hier. Met alles wat je zegt, wordt er gelijk gereageerd. Van, ga zo, maar ik geef geen complimenten, dus zullen we daarop bij laten. Waar denk je die zetels te halen? Bij Doe? Lijkt bij Doe, die wordt jouw slachtoffer, hè? Een van de dingen die we gezegd hebben. En dat kunnen jullie ook kijken. En de luisteraars kunnen gaan naar onze website, alternatief2020.com of naar onze Facebookpagina. We hebben vanaf dag 1 gezegd dat wij niet vechten tegen politieke partijen. We niet vechten tegen mensen, maar we vechten tegen systemen. En we zeggen, heb een boodschap. En als je een boodschap hebt en de mensen denken, en een ideologie. En de mensen denken, dit is de ideologie die Suriname nodig heeft. Stem op A20. Geef ons een kans, we gaan je niet beschaamd maken. Laat me direct publiekelijk zeggen dat mijn verantwoording niet is naar mensen alleen. De grootste verantwoording die ik heb als predikant is naar God. Dat moet op Biggie. Dus de normale politicus heeft gewoon zijn roeping. Maar ik ben een man of God. Ja. Dus, ik Minamang ontwijk pas als aan dat gado misafgado en dat gado straf mis zwaarder dan wat tramang. Ja, maar straks als je minister bent of president, ik hoorde dat jij ooit kroonprins was van NDP. Heb je dat ook gehoord? Nee. Mogelijke presidentkandidaat in jou ooit gezien en gezegd in kringen bij Boutense Inoyere. Nooit meer. Nooit die era, hoorde je dat? Nooit meer. Ik heb wel begrepen dat men graag een rode loper voor me zou willen uitzetten. Oké, ik hoorde dat er via dat Boutense tegen iemand zei van hij zou het kunnen worden overnemen op termijn. Als je dan... voor mij. Ja, nooit gehoord? Oké, nou, ik heb andere lijn. Nooit gehoord, maar ik heb een boodschap dan voor de, als de president dat inderdaad wil hebben, kan hij het makkelijk doen. Laten we een technisch kabinet vormen voor het land. Ik ben wel bereid om dat te dragen. Je bent klaar voor het presidentschap? Look, als we nou makkelijk zijn, zou je af van nodig in Stranang? Aha, takkie. Is gewoon een leider en ik hoef het niet per se te zijn. Maar een leider die bereid is om voor het volk te gaan. Misschien is de president goed begonnen in de 80er jaren. En misschien wou hij ook goed beginnen in 2010. Maar je ziet aan het einde ervan hoe het resultaat zou bij verwacht. Altijd een hoge koers. Altijd financiële toestanden. Begrijp je? Maar als hij dat echt wil doen. Laten we gewoon als Surinamers. Alle partijen. Gewoon zeggen, luister, dan laten we Suriname en de volgende generatie een kans geven. Koop wat je aan technisch kabinet. Koop ze gewoon sterke leider, want man zijn de oprecht rechtvaardig. En koop doen een programma voor 3 jaar. Met de knappe Surinamer. En dat baga dat weer de man. Doe verkiezing baga 3 voor jaar. Of baga 5 jaar. Maar daar heb je een nieuwe basis gelegd voor een ander soort politiek. Want landen moeten eerst groeien en moeten dingen meemaken om te begrijpen, dit zo kan het niet verder gaan. En dat er een ander soort vorm van politiek voering moet zijn, zodat we daadwerkelijk kunnen komen op die plaats waar we moeten zijn. Zo lees ik going in Loos, in Felix de Mantaki, in Dalen, begrijp je? Alleen zo dat je vroeg of laat toch die overwinning kan zien. Mm. Ik sluit af met een luisteraarsvraag. Dat is van Marjorie Sandvliet uit Amsterdam. Die zegt, ik hoor altijd massa meeting en ik ga volgende maand weer naar Suriname. Wanneer is er een massa meeting van A20? Ik heb nog nooit een massa meeting van jullie gehoord. Hoe doe je dat? Hoe bereik je die mensen dan? Dit is van Marjorie, hoor, Sandvliet Amsterdam. Die wil weten en die wil een massa meeting van jullie of iets van jullie bezoeken. Ik ook, ik ben ook benieuwd. Hoe bereik je die mensen dan? Tot nu toe hebben we meer via social media, person to person. En door informatiedagen hebben we de mensen bereikt. Omdat ik geloof, dat weten we vanuit de kerk, dat massa meetings niet altijd hetzelfde resultaat geven. Person to person, je moet die mensen kunnen informeren, mensen moeten vragen kunnen stellen, mensen moeten je ideologie kunnen kennen, mensen moeten je hart en je vies kunnen voelen. Dat kan je niet altijd doen op een massa meeting, omdat op een massa meeting is een meer hype.
en dingen. En daar ontstaan dan die potentialen. En daar ontstaan ook de dingen die niet, die nooit bewaarheid zullen worden. Dus wij geloven mee. We gaan sowieso een massameeting doen in maart. Of plannen in maart. Mm-hmm. Begrijp je? Maar ik geloof meer dat je mensen persoonlijk moet bereiken. Je moet met mensen praten. Je kan interviews gebruiken. En social media om je boodschap te laten doorschemeren. Je boodschap te verkondigen. Je weet dat gewoon preken, maar niet dat pas aan Europa. Okay. Het is heel anders dan normaal politieke voering. Kijk, campagnes, geloof me. En ga allemaal na van de afgelopen 50 jaar. Hoeveel dingen men daar heeft geschroot. En ga in percentage na van de dingen die men geschroot heeft, die men zo verandering wat te veranderen hebben. Not in percentage is het 20%. Ja, dat is waar. Dus, omdat het gewoon politiek taal is. Oké, okay. Glenn uit Zoetermeer die zegt van, is het te verenigen pastoor en politieke carrière? Want politiek moet je ook vies zijn, zegt hij te zaken. Nee, maar dat... Glenn uit Zoetermeer. Wat je hebt is dat je als persoon kan kiezen om authentiek te zijn. Ik heb gekozen om authentiek te zijn. Dat betekent, overal waar ik ook ben, wil ik dezelfde persoon zijn. Dus als je me kent in het dagelijks leven als pastoor, zal ik op een voetbalveld een pastoor zijn, op een politiek podium een pastoor zijn, in je gezin een pastoor zijn, waar je ook bent een pastoor. Maar met het pastoor bedoel ik natuurlijk dat je dezelfde gedragseigenschappen, hetzelfde moraal, hetzelfde ethiek moeten tonen overal waar je bent. En ligt voorganger minimaal leden, dus implik politicus minimaal leden. Anders kan je het niet verenigen, dat ben ik met je eens. Maar ik heb gekozen om toch dat te bewijzen dat het wel kan. En ik zal niet de eerste zijn, want je hebt mensen gehad voor mij die ook politieke weg zijn opgegaan op een activistenweg. Martin Luther King Jr. is op een activistenweg opgegaan en heeft toen die racisme die er was in Amerika afgeschaft. Je hebt William Wilberforce, hij was zowel politicus als parlementariër. En hij was tegelijkertijd ook degene die vocht tegen afschaffing van slavernij. Toen de tijd in de 1700 jaren in Engeland. Maar die was zowel parlementariër als predikant. Oké. Okay. Nee, er zijn heel veel luisteraars. Steve, ik spreek met je af dat wij vaker met jou moeten bellen. Want de hele computer ontploft hier met vragen. Maar de meeste heb ik al gesteld. Hoe betrouwbaar is hij? Ben je betrouwbaar? Hij is betrouwbaar. Samenwerken met gelijke partijen. Wie zie jij als mogelijke partners in dit heel veld? Met wie zou jij samen kunnen werken? Werd ook gevraagd door Nancy Nijmegen. Nancy, kijk, er zijn heel wat nieuwe partijen die ongeveer dezelfde ideologie hebben zoals wij hebben. Mensen die moe zijn van oude politiek en graag ook dienstbaar leiderschap willen hebben. Dat zijn de mogelijke partners waarover je in de toekomst mee zou kunnen werken. Je praat een beetje met sommige mensen en je ziet dat mensen wel toch willen gaan voor het technisch kabinet. Want dat is een van de dingen die heel hoog is in ons vaandel. Omdat we weten dat partijpolitiek meestal men toch gaat eerst voor eigen belang. Dat hebben we het gezien. Kijk, men is vandaag boos op NDP. Maar wat er gebeurt is dat alle vorige politieke partijen ook op een of andere manier corrupt waren. Misschien niet zo openlijk. Maar gaat na, dan ga je zien dat ze allemaal corrupt waren. En allemaal zich verrijkt hebben. Hier is het een beetje buiten proportioneel. Alhoewel men iets anders beweert, maar iedereen kan het zien. Ik bedoel, het is gewoon gezien. Mannen gaan nauwelijks in. De meisje weet een partij, de meisje is een functie. Plotseling wil ik de mannen naar de Morobuduma instellen. Maar dat betekent niet dat het niet gebeurde voordien. Het gebeurde ook voordien. Het gebeurt men niet altijd te scholen. Het is partijpolitiek. Okay. Het is niet iets dat goed is. Mm-hmm. En Raymond wil weten, u gaat ook keihard optreden tegen partijleden van u die niet in het garen lopen, als het moet. Absoluut, daarom gaan ze integriteitscode tekenen, Raymond. Ze moeten dat tekenen waarbij ze aangeven dat het moment buiten afspraken zijn, dat zij de eer aan zichzelf moeten houden, zo niet zit. Geef voor ze ontslag. Als ik de president ben, geef ik ze sowieso ontslag. Oké. Okay. En
Magali zegt van, u gaat ook zo bevlogen blijven, ook al zit u in de oppositie. Want meestal als mensen in de oppositie zitten, dan stellen ze niks meer voor. Ze willen allemaal in de coalitie zitten. Dat bedoelt zij. Ik gebruik meer woorden dan wat ze geschreven heeft. Wat is haar naam weer? Magali. Ja. De bedoeling is van ons dat wij gezegd hebben, en mensen houden niet van als ik dit zeg. Ze zeggen nee, je moet altijd praten dat je in de coalitie gaat zitten. Nee. Als wij zetels krijgen en komen in de oppositie, we willen een boodschap, een nieuwe boodschap introduceren. De boodschap van dienstbare politiek. Dus we gaan even zo fel die boodschap geven, even zo, hoe moet ik dat zeggen, met dezelfde kracht die boodschap geven. Totdat het tot mensen zelf doordringen dat een volksvertegenwoordiger zijn niet betekent dat je nyam moet gaan maken. Maar dat je op de plaats moet komen om te begrijpen dat je daar bent als dienaar van het volk. Als wij politieke macht mogen krijgen, politieke verantwoordelijkheid, regeerverantwoordelijkheid moeten krijgen. Het eerste wat wij gaan doen is de gelden van de parlementariërs te draaien. En van de minister. Dat is een van de eerste dingen. Nog een keer, wat ga je doen? Geld van de parlementariër? Terugdraaien. Wauw. Brengen naar de normale proporties. Huh. Waar de wet het toelaat, ik heb begrepen, 20-30% kunnen we direct terugbrengen, dat gaan wij doen. Huh. Je maakt jezelf niet dat parlementariërs zoveel moeten verdienen. Waarom? Waarvoor? Je maakt jezelf niet populair, Steven. 20.000, waarvoor? Maar je maakt jezelf niet populair met deze uitspraken, man. Maar broeder, we willen verandering brengen, toch? Oh, oké. Okay. Als je gaat voor een nieuw, als je praat over dienstbare politiek. Uh-huh. En als we praten over authentiek zijn, als je zegt wat de reden is waarom je bent gekomen in de politiek. Als kerkleden. Je komt in de politiek omdat je rechtvaardigheid wil hebben voor die samenleving. En als je rechtvaardigheid wil brengen voor die samenleving, betekent dat alles waar scheve dingen zijn, dat je waar wet en regelgeving je de kans bieden om het te veranderen, dat je het moet veranderen als je in die gelegenheid bent om het te veranderen. Mm-hmm. Oké, okay, dan heb ik een man hier, deze is een redactielid van ons, hij is Kees de Gruyter, dat is van VVD Nederland. Hij stuurt mij wel een vraag hierbij via de app. Wilt u die goede meneer vragen of hij eisen gaat stellen of zijn voordat hij in een coalitie zit? Of gaat hij alleen maar voor ministerpost? Want in Nederland, als je in een coalitie gevraagd wordt, dan zeg je van ja, ik wil zitten nemen in de coalitie, maar dit zijn mijn agendapunten. Je hoeft niet allemaal over te nemen, maar zeker een paar moet je meenemen. Of gaat het bij jullie, zoals het nu gaat, van om een ministerpost mee kiezen? Terwijl niks voor het programma niet komt voor. Dat bedoel Kees de Gruyter. Complimenteren voor me, dat is een hele goede vraag. Uh-huh. Wij hebben gezegd, en daarom zeggen wij dat wij niet bang zijn om in de oppositie te zitten, dat we een boodschap hebben. Die boodschap is dat wij dienstbaar leiderschap willen introduceren in Suriname. Dus met andere woorden gaan wij ervoor zorgen dat wanneer iemand met ons wil werken, dat wij eisen gaan stellen. Een van de eisen is sowieso dat er een technisch kabinet komt. En dat wij willen gaan voor dienstbare leiders. Omdat wij geloven dat dat de enige manier is om Suriname te veranderen. En dat wij ervoor zullen kiezen als mensen toch zeggen we willen samenwerken. Dat is een van de grootste dingen. Het technisch kabinet. Kijk, Suriname heeft na de verkiezing waarschijnlijk, nu zitten we al op 3 miljard bijna dollar. Na de verkiezing vermoeden we dat het tussen de 3,5 miljard zal zijn. Luister nou, een partij kan dat niet oplossen. Je hebt alle Surinamers nodig. Dus naar mijn inzien heb je een technisch kabinet nodig. Ook al zou je in een combinatie zitten met een partij. Maar met technisch kabinet bedoel ik, je moet de knapste Surinamers, de beste Surinaamse Surinamers, man en vrouw, die in staat zijn om die job te doen, vragen om die job te doen. Het moet het niet specifiek zijn, nee, me pot me mat drapen, me pot me nicht drapen, of me pot me brader drapen. Nee. Dus dat bedoelen we met een technisch kabinet. Als die man toevallig in jouw partij zit, maar hij is de beste van het land, dan is het iets anders, dan mag hij. Dus dat gaan we wel eisen, anders hoeft het niet. Nee, hoeven niet
Nee. Ten koste van alles minister te worden. Waarom? Ja, nee, nee. Omdat Kees, Kees heeft ook in Suriname. Hij was correspondent in Suriname. Dus hij kent het. Hij zegt, en dat weet ik ook, Suriname. Als mensen praten van hoeveel ministerpost heb ik. Hoeveel heb ik. Zonder dat ze hun partijprogramma meenemen. Van jongens, ik heb mijn achterban dit ooit beloofd. Dat ga ik rechtzetten. Ik hoef niet alle 10 punten. Maar als jij mij wil in een coalitie. Dan moet je zeker 3 tot 5 punten van mij meenemen. Realiseren. Is het ook zo bij jou? Of... Dat, ja, ja, dat is precies wat we bedoelen. Oké, okay, maar dat heeft Suriname nog niet, dat bedoel ik. Nee, maar dat willen we introduceren. Okay. In feite willen we zo ver gaan dat wij, mochten wij regeerverantwoordelijkheid hebben met mensen, dat wij in feite toch vragen dat er een soort formateur is die toch gaat kijken welke de beste kandidaten zullen zijn voor die ministeries. En dat die ministeries ook teruggebracht worden van 17 naar 10 of 13, dat is al een van de eisen. Omdat je hoeft geen 17 ministeries te hebben in een land als Suriname. Dat is te veel. Te veel. Oké, ik sluit af met Mariska uit Capelle aan de IJssel. Oh, wat zeg maar. 1, 2, 3. Het scherm valt uit. Maar anyway, die Mariska zegt van waar kan ik het programma van deze meneer terugluisteren? Of niet terugluisteren, maar waar kan ik jouw programma lezen? Simpele vraag. Jouw partijprogramma, waar staan jullie voor? Het is, wordt bij te veel om alles nu op te noemen. Maar waar kunnen wij, onder andere Mariska uit Capelle, wil weten waar hij over een partijprogramma is? Waar ik dat kan lezen, want mensen praten zonder partijprogramma. Is er een partijprogramma? We zijn bezig een partijprogramma nu klaar te maken. Mm-hmm. Je moet rekening houden, maar is dat terwijl je luistert, hoop ik dat je dat door. We zijn 6 maanden ongeveer in de politiek. Dus het eerste wat voor belangrijk was, is om ons verkiezingsprogramma aan te bieden. We zijn intussen, hebben we informeel begrepen, wel toegelaten om mee te doen aan de verkiezing. Als alles goed zit, krijgen we komende week dan het procesverbaal. Maar intussen zijn we bezig met het partijprogramma. Maar ze kan gaan naar alternatief2020.com. We hebben al een deel van wat we wilden zetten op papier en wat we moesten inleveren al klaar. We zijn nu bezig met het partijprogramma. En dat moet sowieso voor de verkiezing helemaal af zijn. Oké. Okay. Steve, ik heb te veel luisteraarsvragen. Ik stel voor dat wij volgende week of binnenkort weer bellen. Dan ga ik die vragen inventariseren. Ik heb een stuk of 25 vragen hier, maar de meeste zijn al gevraagd. Ja, als je praat, dan stuur Jezus in. Ik denk, maar die gebel je toch. Die gebel, ja. Hey, bid voor Suriname vooral. Er is nu een pastoor in Suriname. Hoe heet hij? Maldonado? Maldonado, hij is vertrokken. Hij was tot gisteren. Ook op uitnodiging van u? Hij is op uitnodiging gekomen van de nieuwe generatie Godsverzuim. Oké, okay, en bid voor Suriname wordt mij hier gezegd als slot. Dat doen we altijd, tot vandaag hebben we dat gedaan. Voor Suriname en de leiders van Suriname vooral, dat bedoel ik denk ik die luisteraars. Dat ze wijsheid hebben en niet meer stelen van het volk. Ja, dat hebben we nodig. Heel veel wijsheid. Oké. Okay. Dankjewel. Steven Rijmen, politieke leider en voorzitter van Alternatief 2020 in Suriname. Steven, ik bel je. Ik ga nu afbellen en ik spreek je heel snel weer. Ja? Oké, okay, bye-bye. Dankjewel, Steven Rijmen. Pastor vanuit Suriname was dat de politieke leider van het Alternatief 2020, nieuwe politieke partij in Suriname. En ze doen mee op 25 mei in Suriname met de moeder der verkiezingen. Er is hier 6 minuten voor 7 geworden in de avonduitzending van Radio Stamvaste. En heel veel vragen voor Steven. Ik ga een paar doorappen. Misschien dat hij zelf dan kijkt wat hij meedoet. De avonduitzending. Are you ready? Are you ready? All right.
Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvaste Radio.